Goedemorgen, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza.nl Satellietfoto laat verhaal zien. Er zijn amper wolken in de buurt van Nederland en dus wordt het een schitterende zonnige dag. Want deze situatie gaat vandaag ook niet veranderen. Het was afgelopen nacht koud met aan de grond in Twente zelfs wat grondvorst. Maar de temperaturen gaan rap omhoog dankzij de volop schijnende zon. Halverwege de ochtend al 17 graden, vanmiddag 19 tot 23 graden. Heerlijke temperaturen. Alleen let wel op: op de stranden steekt een windje van zee op. En daar wordt het vanmiddag dan weer wat koeler, een graad of 15. Ook volop zon, heerlijke temperaturen. Alleen op de Waddeneilanden waait dan een matig tot vrij krachtige wind, die maakt het daar iets minder prettig buiten. Morgen veel warmer nog. 28 tot 31, lokaal 32 graden. Wat hoge sluierwolken en veel zon. En ook op de stranden hoge temperaturen. Een echte stranddag morgen. De buien komen pas in de avond, kunnen wel fors zijn. In de nacht naar zaterdag en zaterdagochtend trekken die buien dan oostwaarts weg. En daarna stroomt koelere lucht het land binnen. Ik heb nu nog 19 tot 26 graden staan. denk dat we dat toch niet gaan halen, dat we in de buurt van de 20 graden uitkomen. Zondag en maandag ook volop zon en 20 graden. Ik ben Michiel Severin. Van Weerplaza. plaza.